Hallo, Pieter Veiters hier. Ik wil het vandaag graag met je hebben over dankbaarheid. Want we mogen dankbaar zijn. Dankbaar zijn voor de overvloed die we al die jaren gekregen hebben. Overvloed in alles: in eten, in drinken, in de warmte thuis. Het feit dat we ons iedere dag konden douchen of in bad konden. Het feit dat we allemaal, althans de meesten van ons werk hadden allemaal een inkomen, hadden we eten konden kopen. En ja, dankbaar zijn voor het feit dat we maar hoefden te denken, we gaan eventjes uit eten. En dat we uit eten konden. Dankbaar voor het feit dat we de hele wereld over konden reizen als we dat gewild hadden. Dankbaar voor al die overvloed. Maar ook dankbaar voor de vanzelfsprekendheid, want... Wij vonden dit allemaal vanzelfsprekend. Maar nu mogen we ook dankbaar zijn voor datgene wat ons nu is overkomen. Want het heeft ons echt iets te vertellen. We mogen namelijk weer dankbaar zijn wanneer we eten. We mogen dankbaar zijn wanneer we iets drinken. We mogen dankbaar zijn dat we nog mensen om ons heen hebben die om je geven. Dankbaar voor het feit dat er nu internet is en dat je achter internet misschien nog je werk kunt doen. Dankbaar voor alles wat we afgelopen jaar hebben mogen leren. Dankbaar voor het feit dat we via internet nog steeds iedere dag bij kunnen leren. Dankbaar voor het feit dat er nu ook online trainingen zijn. Ook online trainingen voor jou wanneer je last hebt van angst. Maar het is een andere manier van dankbaarheid. We mogen dankbaar zijn voor het feit dat we er nog steeds zijn. Dankbaar voor het feit dat we kunnen denken. Dankbaar voor het feit dat we misschien nog kinderen hebben of ouders hebben of familie hebben. Dankbaar voor het feit dat we nu met onze kinderen spelletjes gaan doen in plaats van ze voor de tv neerzetten. Dankbaar voor het feit dat vandaag het gezinsleven belangrijker is dan ooit. Dankbaar voor het feit dat harmonie vandaag belangrijker is dan ooit. Dankbaar voor het feit dat we elkaar nu allemaal kei en keihard nodig hebben. En dankbaar voor het feit dat we nu allemaal bescheiden mogen zijn. Bescheiden en blij met de kleine dingen die er zijn. Dit is ook een tijd van dankbaarheid en het is een tijd van bezinning. En het is een tijd om te overdenken hoe dat we straks de toekomst voor ingaan en wat als er straks weer een heleboel overvoed is, hoe we daarmee omgaan. En waarschijnlijk, en dat hoop ik en dat wens ik je, op een betere manier dan in het verleden. Laat ons gewoon dankbaar zijn. Laat het gewoon dankbaar zijn wanneer je eet. Laat het gewoon dankbaar zijn met elkaar. En gewoon dankbaar voor al het goede wat er is. En als het slecht lijkt zoals deze periode, mogen we ook dankbaar zijn omdat deze slechte periode ons wat te vertellen heeft. En dankbaar voor het feit dat we van deze periode echt heel veel te leren hebben. Dankbaar voor het feit dat je hier. Absoluut jouw voordeel mee kunt doen. Mensen, kijk allemaal naar elkaar om. Wees lief voor elkaar. Houd wat afstand voor elkaar, van elkaar en doe je voordeel met deze tip. Bedankt voor het kijken.